De betere handelszaken vindt u op elitereclame.be, het meest gelezen reclameblad. We staan hier op de persvoorstelling van 75 jaar het Witte Paard en Casino Amusant. U als elite reclame, waarom zet u uw schouders onder zo'n project? Wel, het belang voor ons in het bedrijf is dat wij leven eigenlijk van ontspanning. Dus reclame lezen is ontspanning, dus een show is ook ontspanning. Dus eigenlijk willen wij dat onze lezers ook een goed gevoel hebben als zij naar de kust komen en dat zij effectief naar onze shows kunnen zien. De succesvolle formule van het Witte Paard is volgens mij zeker dat zij de artiesten eerst en vooral van Vlaanderen brengen. Dat is zeer succesvol. Ten tweede, ook natuurlijk als ze zo'n kleppers binnenbrengen als de Gibson Brothers. Ja, dat is anders dan de gewone show natuurlijk. Hè. Hit van vroeger, Cuba, staat nu in de top 100, aan de nummer 4 of 3. Die gaan waarschijnlijk naar nummer 1. Dus wij hebben daar een enorme hoofdvogel uitgehaald. For us, we are very, very happy to be in this show because it's a great, great show, a famous show, and I think we will do our best for this show. Cuba, quiero bailar salsa. Het wordt denk ik weer een spetterende show met heel veel plamen en danseressen en leuke sketchjes, mooie muziek van Patrick de Smet, super zangers, Dimmy, Daisy, Kat zijn er weer bij. En natuurlijk de Gibson Brothers. Que será mi vida. De mensen moeten absoluut komen naar het paard voor een echt als een avondje willen feesten, vandaar het 75 jaar ook. Eens goed willen lachen, eens goede muziek, goed zich amuseren, ambiance. Daar staat een avondje het paard voor en zeker ook deze zomer. We zijn al jaren als Elite Reclame jaren sponsor van het Witte Paard. Veel mensen van de campen die komen hier op verlof of die komen hier een weekend vertoeven. Daarom hebben wij gezegd, kijk, we gaan nu deze keer gaan wij niet alleen het Witte Paard doen, maar wij gaan dus ook het Casino Amazanto. En Casino Amazanto is eigenlijk ontstaan door de zaakvoerder van het Witte Paard samen met Elite Reclame en samen met de Comedy Company. Ik kijk er naar uit omdat het totaal iets anders is dan anders. Het is een spektakel met internationale acts en dat maakt het alleen maar spannend voor ons. Want die mensen hebben hun sporen al verdiend in het Moulin Rouge van Parijs of Cirque du Soleil. En Dirk van Voren, Anne van den Broek en ik, wij laveren daartussen wat meer clownsachtige figuren. En wij proberen ook een soort van showrevue te maken met een poëtisch kantje zo. Dus het is totaal iets nieuws voor ons en ja, dat maakt het spannend. De beiden zijn voor ontspanning, maar het is alle twee een andere avond. Dus daarom is het allebei aanvullend voor elkaar. Dus zijn we ook geen concurrenten, in tegendeel. Wij werken heel graag samen en dat is juist, ik denk juist de samenwerking van heel het geheel van verschillende partners is juist hopelijk het succes. Waarom moeten mensen komen kijken? Ze moeten naar de beide shows komen zien omdat het een avondje ontspanning is en omdat het allebei op hoog niveau is. De betere handelszaken vindt u op elitereclame.be, het meest gelezen reclameblad.